Woensdag is het zover. Dan begint de 10e editie van het korte filmfestival Go Short. In 5 festivaldagen worden de beste recente korte films van Europa vertoond en worden de Go Short Awards uitgereikt. Festivaldirecteur Kirsten Ruber is er klaar voor. Wat er dit jaar anders is dan voorgaande jaren is onder andere dat we naast de traditionele filmvertoningen een ontzettend toffe VR-bioscoop hebben gebouwd. Die zie je hier op de achtergrond staan. Hij wordt op dit moment ingericht. En daarin kun je eigenlijk 5 dagen lang ook de nieuwste VR-films zien. En dan gaan we het experiment ook aan ons festival om te kijken of we met z'n allen dus collectief zo'n individuele beleving kunnen doen. En er is nog veel meer nieuws, maar dat is wel echt een highlight. We hebben dit jaar een nieuwe ticketsoort en dat is de Shortcut. Dus als jij, daar zit ook een beetje korting in. Met de Shortcut kun je 3 keer naar de film voor €22,50. En op onze website en in de programmafolder staan ook tips van mijzelf, maar ook van hele leuke andere mensen, die dan een invulling geven voor die 3 filmblokken. Maar je mag ze ook helemaal zelf doen.